een beetje te zien zijn. Hey, zo, lieve vrienden, een hele goedemiddag. Ja. Ik ben al een tijdje uit, hoor, maar ik heb al de tweede wasmachine draaien. Dus althans de tweede voor de tweede keer. Dus ja, ik ben goed bezig, dacht ik zo. En we leven alweer op vrijdag 4 juni. En het is 12:19, oftewel 19:19. We gaan al, misschien wel aardig op richting de dag dat mijn mannetje jaar gaat kunnen zijn. Dat is 7 juni. Dus ja, die dag zal ik wel er wel weer bij stil blijven staan. Maar ik heb niet een speciale vlog of wat dan ook. Nee, dat heb ik niet gedaan dit keer. Hoeft dat niet altijd? Nee, als ik maar aan hem denk, weet je, dan is het toch goed of niet dan? Maar oké, okay, ik heb meerdere dingen. Ook vieren wij altijd het leven. Ik krijg meestal wel bezoek op die dag. En dan vieren we het leven en denken wel even, nou ja, gebakken, rasterfly, kruimelfly, weet je, die goedkope taartje. En meer kan ik ook niet doen, want dat is mij te duur allemaal. Zo'n grote portemonnee heb ik? Nee. Ik denk veel van ons meer niet. Maar oké, okay, ik ga lekker met mijn hondjes even aan de loop. En ik doe in die tussentijd de koeler aan, die heb ik al een beetje in de ruimte staan. En die doe ik zo meteen aan, dat het als ik terugkom, dat het lekker koel is. Ook zal ik zo meteen de zonnescherm even naar beneden doen. Dus ja, lekker koel dan als ik weer terugkom. En voor nu zou ik zeggen, hele fijne, liefdevolle, heerlijke, overzonnig grote dag gewenst. Want het is nou een dan zonnetje. En ik weet dat er ook ergens anders regen en onweer zal zijn vandaag, net zoals gisteren. En ja, daar kan ik niks aan doen, hè? Nee. Maar oké, okay, ik ben geen weer godin of wat dan ook. Ik kan dat niet voorspellen wat er daar in de lucht gebeurt. Dus, maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hele fijne dag, ondanks alles. Ja, geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Van ons. Zo, lieve vrienden, het is nog steeds vrijdag, hoor. Ja, gewoon een drukke dag achter de rug. Van alles en nog wat gedaan. 3 keer rekte wasmachine laten draaien. Voordat, tenminste, ik heb 2 wassen op kunnen hangen voordat Astrid vanmiddag kwam. En dat had ik jullie al verteld. En de derde die draaide. Maar ik had vanmiddag geen zin meer om dat nog op te hangen of wat dan ook. En ik denk, nou, leg het nog even goed, het blijft wel nat. Komt wel. Meestal doe ik het toch de dag erop weer in de droger of ophangen. Want anders moet je die trap op en nog blijven sjouwen. Nou, dat kan ik ook niet, maar ik heb ook met de hondjes weer een flinke wandeling gemaakt. Ik heb weer even mijn spel gedaan. Ik ben nu bezig met een vlog in elkaar te zetten. Ik heb een telefoon van Karin gehad. Daar heb ik een tijdje mee zitten praten. Maar ja, als je met elkaar zit te praten, dan kan je niet aan het werk met de vlog. Maar dan moet je je hoofd weer bijhouden. Nou. Dus zo van die doende ben ik het helemaal weer vergeten om de camera erbij te pakken en weer eventjes een stukje film te maken voor jullie. Maar in ieder geval, dat doe ik nou toch? Ja! Ik heb de deur wagenwijd open. Van Mins die er naar kraait. Rijka die is buiten. En Elwing in de mand. Die ligt in de mand. Dus ja, helemaal geweldig. En ik had dus vanochtend eerst mijn andere jurk aan met bijpassend t-shirt. Ik kwam ergens achter. Volgens mij kan dat vrouwtje, mijn vriendin, dus niet echt goed naaien. En zelfs niet met de hand. Dus dat armschat aan deze kant, dat zegt mijn BH nog. Aan die kant zat hij goed. Ja, hallo, wat is dit? Nou, dan heeft Astrid er ook naar gekeken.
Ik kan hem nog maar zo'n stuk innemen onder de oksels. Zo. Hij is me in principe dus dan ook te groot. Maar ja, beter te groot dan te klein. En de eerste was me te klein. En nou is die te groot, maar dat kan ik innemen. Ja, dat ga ik zelf wel even doen. Eerst eventjes wassen en dan kan ik hem misschien wel eerder. En daarna wassen, ja, want van mijn werk ermee wordt hij ook weer vuil. Hij valt dus een keer op de grond als je met spelden bezig bent. Ja, dat weet je niet. Dus dan maar eventjes na die tijd even wassen. Maar dan wacht ik wel even dat het iets kouder is, dat ik die naaimachine op de tafel kan zetten. En hij moet even aan weerskanten evenveel ingenomen worden. En dan zien we het wel weer. Ja. Maar dat komt allemaal goed. En daarom heb ik nou deze dus aan. Die mooie. En die staat me gewoon geweldig. En op een gegeven moment heb ik wel mijn dunne jasje uitgetrokken en in het mandje gedaan. En liep ik gewoon zo. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. En de hondjes waren lief en aardig. En ja, een paar keer waren ze verstout. Maar moet ook kunnen. Ja, kinderen zijn ook wel eens stout, dus diertjes net zo goed. En ja, ik ga verder even met die vlog. En dan kan die weer naar YouTube toe. En zo gaan wij langzamerhand de avond in. Dat is het al. Het is al 18 uur 32. Ja, en ik heb een mooie weerstation. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat zou wel niet. Ik zal er een papiertje even achter doen. Dan moet het wel een beetje te zien zijn. Hé, ja. Maar ja, in ieder geval, ik ben er blij mee, want mijn mannetje Lief, die had graag een weerstation willen hebben. Maar ja, dit is niet een echte weerstation, vind ik. Hij geeft de temperatuur aan, ja, dat geeft ook die telefoon, of tenminste de deurbel aan, die geeft ook de temperatuur aan. Oma Toon op de muur geeft ook de temperatuur aan. Maar ja, het is allebei 24 graden, bij de poort en deze. Dat kan ook wel een beetje kloppen. Ja, toch? En dan zetten we hem weer gezellig terug. En hup. Mijn zitten blijven, het pas op. Jullie zullen denken, waar heb ze tegen? Nou, ik heb ooit, gezien de kerst, voordat mijn man stierf, heb ik een mooie pauw gekregen voor in de kerstboom. En die zit nu op zo'n oranje gevalletje van het voetballen. Zit die vast op mijn beeldscherm. Ik zal hem laten zien. Dat is deze. Kijk eens wat een mooie veren. Nou, en daar hak ik het even tegen. Van blijf zitten. Nou, dan hier een leeltje, die zit ook vast. En hier omheen een dingetje, die zit ook vast. En die zit ook vast met lijm gewoon. Met lijm, punt. Die gaan iedere keer mee. Als ik nou weer een andere scherm zou krijgen of kopen, dan gaat het ook weer mee. Breken we het eraf en voilà, gaat weer mee. Ja, ik heb toen mijn mannetje gehad en dat gaat gewoon mee, punt. Ook heb ik hier nog een gedeelte van een rozenkrans. Ah, dat pak ik er ook iedere keer weer op. Ja. Dat plak ik er iedere keer weer op. Met plakband even. Nou, moet toch kunnen? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik kom vanavond nog wel een keer retour. Ik moet ook nog eten. Weet ik ook niet wat. Ik heb mijn brood uit de vriezer gehaald. Ik weet het echt niet. Nee. Ik zou gekookt hebben, maar daar ben ik niet aan toegekomen. Want ik zit nog steeds met heel veel pijn in mijn rug. En evengoed heb ik gelopen. Want daar heb ik gewoon zin in. En je moet niet... Zoals heel veel mensen het doen. Als ze pijn hebben in hun rug, dan is het, ik ga naar bed. Hoezo? Je moet juist bewegen. Ja, ik ben ook een migrainepatiënt, hè. Maar denk je dat ik continu op mijn bed ga liggen omdat ik een migraineaanval heb? Nee, want je moet doorgaan en mijn dieren moeten er ook uit. Ja, en wat moest ik vroeger dan met mijn kinderen? Die moesten toch ook verzorgd worden, dat ze nog klein waren en naar school moesten. Nou, je moet ze wel helpen.
Ja, dus je kan moeilijk blijven liggen, toch? Maar oké, okay, ja, dus ik blijf nou ook wel leggen, maar op een andere manier blijven we dan leggen. Ik ging weer terug naar bed. Ja, maar ik viel wel mijn kinderen. Daar moet je ervoor wezen. En als ze 's middags weer uit school kwamen, was ik er ook weer. Ja, dan moet je er gewoon wezen. En voor mijn diertjes ben ik er ook. Ja, dus ja, blijven mijn diertjes af, zou ik zo zeggen. En het komt allemaal wel goed. Ja hoor. Maar oké, okay, lieve vrienden, genoeg. Ik ga verder aan het werk, anders kom ik niet klaar. En ik wens jullie een smakelijk eten als jullie ook laat zijn. Misschien dat jullie wel uiteten of iets bestellen. Nee, uiteten mag geloof ik nog niet, hè? Nee, dat mag nog niet. Nou ja, dan moet je wat bestellen en dan moet je het halen, geloof ik. Nou ja, dat kan je ook doen. Ja, dat is toch net zo gezellig. Dus ik zeg, geniet ervan en tot later van ons.